Judith komt er ook bij. We beginnen uiteraard eerst met de dames. Nick. Oh nee, sorry. We beginnen eerst met de dames. Judith, gewonnen vandaag heb ik gehoord. Ja, klopt. Hoeveel? Hoeveel was het ook weer? 5-0. Ik heb gehoord dat je een puikenwedstrijd gekiept hebt. En vandaar dat ik uitgeroepen ben door het SNS Bank Late with the Match. Heb je voor je gevoel lekker gekiept? Jazeker. Dat is altijd waard, een hoop waard natuurlijk. Dan praten we daarna even met de bijbaas man of the match van het eerste, Nick. En Nip de benauwde overwinning, denk ik. Ja, ik denk dat dezelfde wedstrijd was vergelijkbaar als vorige week. We creëren weer zoveel kansen, alleen we maken ze niet. Dus dan maakt het onszelf weer zo moeilijk. Kom je onverdiend 1-0 achter. Maar ja, gelukkig wel weer de 3 punten. Dus, Wat ging er door je heen met die 2-1 in de 90ste minuut? Ja, te veel. Dag weer aan de koppositie, aan het kampioenschap. En een Rick Wilsing. Ja, zeker. Tuurlijk. We kunnen het goed vinden. Dus blij dat hij weer gescoord heeft. 4 gespeeld, 4 goals. Dus beter kan niet. Judith, hoeveel staan jullie ondertussen in de competitie? Kom een stukje hierheen. Marre blijft erbij. Hoeveel staan je? Gewoon wat zeggen jullie? Eerste. Ze staan eerste, oké. Okay. Dat weten we dan ook weer. Ook voor jullie hebben we natuurlijk een aantal cadeautjes. Cor, die staat al klaar. We beginnen met de SNS Bank Lady of the Match. Je krijgt een waardebon. Je krijgt van de week van mij nog een mailtje waar alles in staat hoe je daarmee om kan gaan. Ja? Die krijg je dus van... Je krijgt een kaasje van Alexander Hoevenkaas. De kaassponsor van Sportlust. En uiteraard een mooie borstbloemen van Pelsbloemen. En een applaus. Een applaus van het publiek hier. Dan gaan we naar Nick Verhagen. Wil jij het geven of moet ik het doen? De cadeautjes? Moet ik het doen? Oh, wat doe ik? Goed, doe ik. Uiteraard krijgt hij de Bybas waardebon. Nick, een mooie waardebon. Dankjewel. Besteed hem goed. Wij willen hem zo weer terug hebben. Want dan krijg jij deze erbij en deze mag je inleveren daar. Dus dat gaat helemaal goed komen. Uiteraard ook het kaasje van Alexander Hoevenkaas. Eet smakelijk. Geef hem vooral af aan je vader, want die zal hem heel lekker vinden. En een bosje bloemen. Ook van Pelsbloem is er. Ja, en ook voor jou. En een mooi applaus van iedereen. We gaan nog even de fotoshoot doen. Marre, jij mag tussen hun in. En dan gaan we nog even wat mooie foto's maken. Kort erbij. Helemaal goed. Nick, ga ik even aan je patat verder.